Dit is SchiFM, de stem van Schiedam. Joren Scheffel sprak met Vincent van Ardenne van Brasserie Stadhuis over de maatregelen die werden afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus en wat voor gevolgen dit had. Wij kregen het, en het was natuurlijk een beetje kort dag, we kregen het gistermiddag te horen om 5:30. En daarin was de boodschap dat alle horeca vanaf 6:00 gesloten moest worden. En dat was natuurlijk best wel aan de krappe kant. Maar dat hebben ze gehoor aan gegeven, want veiligheid gaat boven alles. Dus momenteel zijn we dus inderdaad gesloten. En hoe kwam dit bericht bij jullie binnen? Ja, we hielden er al een beetje rekening mee. Alleen op zo'n korte termijn hadden we niet verwacht. We hadden eigenlijk verwacht van nou, we zullen wel vanavond horen met die persconferentie, of althans eind van de middag, dat we vanaf zondagavond 12:00 dicht zouden moeten. Dus dat was eigenlijk de grootste schok, dat we in één keer stel op sprong de reserveringen moesten stopzetten. En ook mensen verzoeken om het restaurant te verlaten, die inmiddels waren binnengekomen. Dus dat was even schakelen, maar ja, dat hoort erbij en we hebben er allemaal last van. En we proberen het beste van te maken met z'n allen. En hoe heeft u zich hierop voorbereid? Of hadden jullie al een beetje voorbereidingen getroffen? Nou ja, we hadden wel ideeën, maar dat is dan heel grappig hoe zoiets gaat. Omdat het alles zo onzeker is. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw. Dus een aantal ideeën hadden wij verzonnen van wat kunnen we doen? Kunnen mensen misschien gerechten gaan afhalen? Nou, dat is alweer gebleken dat dat niet kan, want afhalen is ook uit een boze. Dus die optie is ook al vervallen. Dus wat we nu hebben gekozen, en we hopen dat het wel doorgaat, want er schijnt vanmiddag weer een persconferentie te zijn, en misschien dat we dan te horen krijgen dat het ook niet gaat, is om gerechten te gaan bezorgen. Dus we hebben twee zaken, dat is Brasserie Stadhuis en we hebben Café Chic, allebei dicht. De ene is een eetcafé, wij zijn wat luxe. Dus wij gaan voor mensen 3 gangenmenu's maken die ze thuis kunnen afmaken en zelf opwarmen, zeg maar. Zodat mensen thuis nog een mooie maaltijd kunnen krijgen. Maar het is alleen even afwachten of dat inderdaad wel mag. Ja, dat lijkt me een mooie oplossing. Wat gaat u verder doen met de ingekochte goederen als u die niet kwijt kan? Ja, wat bewaard kan worden, althans we hopen. Maar ja, we zijn een beetje bang dat het niet gaat lukken. Dat het 3 weken houdbare spullen zijn, die leggen we apart. En wat niet houdbaar is, ja, dat zal weggegooid worden, dat is gewoon doordraaien. Die zijn we gewoon kwijt, er is niks aan te doen. En heeft u een idee hoe het nu verder moet? Ja, het is wat ik zeg, het is echt momenteel per dag kijken wat er gebeurt. Zelf denken wij dat we er nog niet zijn. Wij hebben het vermoeden dat wij zijn de eerste stap van sluiting. Wat ik verwacht, zeker nu met het mooie weer, dat mensen toch de straat op gaan. En dat zo meteen de volgende stap zijn dat de winkels dicht gaan. Ja, en dan zijn we eigenlijk om 1 stap verwijderd van Noord-Italië, waar mensen echt thuis moeten blijven. Dus de tijd zal het leren, maar ik hou mijn hart vast. Ja, oké. Ja, bedankt voor uw reactie. Graag gedaan. En wat ik zeg, mensen, bestel, bel ons op. Tussen 12:00 en 4:00 zijn we bereikbaar. Op onze site komen de menu's te staan per dag. En dan kunt u gezellig bestellen en komen we het alsnog brengen, zolang het kan.